Ja, het meent, het zonnetje schijnt, einde van de werkdag. Dus het is hier goed druk. Ja, en dan heb je natuurlijk en met drukte krijg je geluidsoverlast. Zeker op een straat zoals dit, waar gewoon tuig voorbij rijdt met de meest dure auto's die zoveel mogelijk herrie maken om maar zoveel mogelijk aandacht te krijgen. In de verte rijdt er weer eentje. Ja, geluidsradars, zijn die daar de oplossing voor? Die geluidsflitsers? Ik denk het wel. Dat zijn prachtige apparaten. Er is alleen één probleempje. Ze bestaan nog helemaal niet. Er zijn natuurlijk wel berichten over in de media geweest, maar dat gaat puur en alleen maar om onderzoek, om onderzoeksresultaten. Wanneer die apparaten er wel zijn, niemand die het nog kan zeggen op dit moment. Daarom pleiten wij, Leefbaar Rotterdam, voor gewoon dingen die nu gedaan kunnen worden. Zoals handhaving en natuurlijk het bekende voorstel van de wielklemmen. Misdraag jij je? Vind jij het leuk om hier met gierende banden door de straat voorbij te rijden? Gewoon aan de kant, zet je auto maar stil, wielklem erom, 48 uur afkoelen. Daarna mag je weer terugkomen. En in de tussentijd ga je maar lekker lopen.